Deze pastasalade begint met het koken van de pasta. Farfallen, of strikjes zoals wij ze noemen, neem ik in dit geval, maar je zou ook pennen of spirali kunnen gebruiken. Koken zoals het op de verpakking staat, in water met wat zout. Maar niet te lang, want de pasta gaat later nog een keer de pan in. Dit is een gerecht dat je in fases maakt, er is geen haast. Nu de aubergine. Die snij je in blokjes. Je legt ze op bakpapier op een bakplaat met wat olijfolie. Je doet er wat zout op en je zet ze in de oven op 200 graden. Dat gaat ongeveer een half uurtje duren, maar check ondertussen even of het niet te hard gaat. De pasta is klaar als je er prettig in kan bijten. Afgieten dus en laten staan. In een bakpan een straaltje olie gieten en daar 3 knoflooktenen en 3 ansjovisfiletjes zachtjes in bakken. Terwijl dat dus zachtjes bakt, snij je de tomaten in blokjes of als ze klein zijn zoals deze, in vieren. Zodra de knoflook gaar is, prak je die samen met de gesmolten ansjovis tot een sausje. En daar doe je dan de tomaten bij. Goed doorroeren en naar smaak kappertjes toevoegen. Nu de pasta erbij. En ook dat weer doorroeren. Zo ziet de aubergine eruit als hij uit de oven kan. Een beetje krokant, maar niet totaal uitgedroogd. De aubergine stukjes kunnen bij de pasta, die moet je even omscheppen. We zijn bijna klaar. Nu nog wat basilicumblaadjes scheuren of snijden en ook wat muntblad. Dat gaat door de pasta heen. Je kunt het er ook overheen strooien bij het serveren. Peper en zout naar smaak. En deze pastaschotel is zowel koud als lauw lekker. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.